Ja, zometeen gaan we praten met voormalig profwielrenner Rob Harmeling. En de grote vraag is natuurlijk, wat heeft hij met autosport? En we hebben Angela Schokking, want Angela is het gezicht van RTL 7, truck en tractorpooling en natuurlijk nog heel veel meer. We gaan bellen met Danny Kroes, een groot coureur, een ster eigenlijk wel wat hij heeft bereikt. En ik mocht een dagje meerijden met Dirk Warmer dan in Assen. Kortom, dit is de allereerste Gas op de Krukas. Ja, de allereerste gast op de Krukas. En hoe mooi kan het zijn om twee hele bijzondere gasten te hebben. Eigenlijk drie hele bijzondere gasten. Ten eerste Rob Harmeling, welkom. Dankjewel. Mooi dat je er bent. Ja, fijn. We gaan uiteraard diep in op alles wat je doet in het leven. Prachtig. Ja. En over auto's, hè? En over auto's natuurlijk, dat is heel belangrijk. En Angela, welkom. Ja. Mooi dat jij er ook bent. Dankjewel, Matthijs. Ja. En niet te vergeten Danny Kroes. Even kijken of we contact kunnen leggen met Danny. Hij moet nog een licentie halen. Volgens mij krijgen we geen contact met hem. We gaan straks met Danny praten over datgene wat zijn sport en zijn carrière zo mooi maakt. Even te beginnen met jou, Rob. Wat is jouw affiniteit met autosport? Heb jij iets met autosport? Nou ja, autosport zelf, alles wat met snelheid heeft te maken, vind ik prachtig mooi. En ik vind het ook heel erg mooi om de overeenkomst en de verschil in de sport te zien. Want er zit namelijk, wat je ziet is niet, what you see is not what you get. Nee. Er komt zoveel techniek, trainingsvormen, mentaal, tactiek. Het hele palet is zo interessant en soms zit daar heel veel overeenkomst in, soms hele grote verschillen. En dat vind ik gewoon mooi om dat te mogen aanschouwen. Ja. Maar met de auto zelf heb ik heel weinig, want de auto heeft voor mij zeg maar in mijn sportcarrière ook wel een dramatisch iets opgeleverd. Voor mijzelf dan een klein dramaatje. Ja. Want ik ben gedisqualificeerd wat ik ooit aan de auto heb gehangen in de Tour de France. Aan die deurklink. Ja. En dat was mijn grootste teleurstelling ooit, gedisqualificeerd uit de Tour de France wegens het hangen aan een auto. Dus een auto heeft ook een beetje voor mij. Ik hoor straks graag meer daarover. Angela, wat heb jij met het circuit in Assen? Heb je daar iets mee? Nou ja, vanuit een goed doel, Against Cancer, waar ik ambassadrice van ben, organiseren wij ook altijd daar een hele mooie dag voor de gezinnen. Ja, en daarnaast direct met Assen 1, 2, 3, voor de rest niet zo, maar met autosport zeker wel. Okay, gaan als boerenmeisje vroeger al eigenlijk, ja. Een mooie brug naar het circuit in Assen, want Dirk Warmerdam mocht daar een testrit rijden. En we hadden de eer om mee te mogen kijken en ook nog even in die auto te zitten. Was best spannend. Laten we kijken naar die bijzondere mooie zaterdagmiddag. Vandaag is Matthijs op het circuit in Assen om Dirk te ontmoeten. En hier is hij dan, Dirk Warmerdam. 28 jaar en inmiddels een aantal jaren actief in de racewereld. Ooit begonnen in de Peugeot 208 Cup, maar inmiddels actief in de BMW M2 Cup. En Matthijs kreeg de mogelijkheid om een kijkje te nemen in zijn wereld. Ja, de BMW M2 Clubsport, daar rijdt Dirk natuurlijk in. Dirk, laten we heel even de mensen thuis ook even een kijkje nemen in... Nou ja, ik hoef er eigenlijk weinig over te zeggen, daar worden we al stil van. Nee, nou, je hebt het al gezegd, je ziet het hier ook voorop. Het is de BMW M2. Het is een auto die eigenlijk op straat ook te krijgen is. Alleen voor deze versie maakt BMW heel veel aanpassingen. Dus hij wordt eigenlijk bij BMW Motorsport in de fabriek van straatauto omgebouwd tot racewagen. En ze passen een heleboel dingen aan. Dus je ziet natuurlijk dat er andere velgen en banden op zitten. Er zitten hele grote remschijven op, zodat hij lekker goed kan stoppen, want je gaat ook heel hard natuurlijk. Je hebt een onderstel die nu niet zit, waardoor die heel stijf is, waardoor je harder door de bocht kan eigenlijk. Deze achtervleugel is ook anders dan op de straatauto. En verder zit er nog een uitlaatsysteem op die voor wat meer vermogen zorgt, en die wil natuurlijk zoveel mogelijk pk. Laatste dingetje wat wel grappig is, je denkt misschien, wat is dit en wat doen we hiermee? Ja. Maar daar gaat die luchtslang die je daar rechts ziet in en dan stijgt de auto eigenlijk op. Dus er zitten vier dingen onder de auto. Als je daar die luchtslang insteekt, gaan ze met hoge druk omhoog en dan kunnen ze eigenlijk meteen de wielen eraf halen. Zo, wauw. Ja. En Matthijs, ik heb hem net even ingereden. En ik denk dat het tijd is dat wij straks die auto gaan. Ben je er een beetje klaar voor? Wow, ik voel de spanning een beetje opkomen, Dirk. Ja? Heb je zwaar geluncht? Nee, ik heb een beetje rekening mee gehouden. Ik weet niet hoe het
hard gaat lopen. Maar je hebt wel gezien hoe hard het gaat erbij. Ja, en het regent een beetje. Dus we gaan misschien wel een beetje glijden. Ja. Ik hou maar aan jou, ik vertrouw helemaal op jou. Ik hou hem op de baan. Dat is goed. Laat het regenen. Laten we gaan. Ja. Even zwaaien naar meneer in oranje jasje. Even zwaaien en dan gaan we. Hey, is dat dit seizoen met die BMW Cup? Ja. Wat is nu het grote verschil met die MX-5 Cup? Het grootste verschil is het vermogen. Zoals je merkt, accelereert hij vrij hard. Maar als je de bocht in gaat, dan voel je ook wel dat hij iets zwaarder is dan die MX-5. En wanneer is het eigenlijk begonnen bij jou? Het is eigenlijk begonnen met naar circuit Zandvoort gaan en kijken naar races. Ik zei toen altijd al van, dat wil ik ooit een keer zelf doen. Ben ik een jaar gaan kartenwedstrijden. En eigenlijk ben ik vrij laat daarna begonnen met racen. Ik denk op mijn 20ste ongeveer. Waar liggen jouw kwaliteiten, vind je zelf? Ja, ik denk dat ik best snel op de limiet van de auto kan zitten. Ja. En ik denk ook dat ik best goed ben in de kwalificatie om op een bepaald moment te pieken. Waar ik nog iets beter in moet worden is in de races slim rijden en op het juiste moment mensen inhalen. Maar dat is ook iets wat je natuurlijk met ervaring uiteindelijk opdoet. Maar wat is dit ongelooflijk gaaf. Ja, vond je het mooi? Ja, ik vond het super gaaf. Heb je ervoor genoten? Ja, echt geweldig. Niet misselijk? Nee, niet misselijk. Ik vind het ook even voor mensen thuis. Misschien kunnen we ook een beetje afsluiten hier vanuit de auto. Want... Ja, nou, ik vond het mooi dat jullie erbij waren. Ik vond het heel gezellig om jou erbij te hebben in de auto. Wel. Ik vond het een mooi moment te maken. Dank voor je gastvrijheid. Ik ben heel blij dat je geen groen goedje op de grond hebt achtergelaten. Ja, en hij is weer blinkend schoon. En dat kunnen we zo nog een keer doen. Echt petje af voor jullie rijdt hoor. Ja, dankjewel. Echt petje af. Dankjewel. Supermooi. Let's go. Ik klam aan, hè. Hoi. Ja, inderdaad, spektakel en ook een beetje trillende handen. Rob, heb jij dit ook wel eens gedaan in een auto zitten op deze manier, op het circuit misschien? Ik heb één keer daarnaast gezeten op het circuit van Spa. Het was mijn eerste jaar als beroepswielrenner. Ja. Toen reed ik bij een Belgische ploeg, Histor Sigma, en die had ook een rallyteam. Ja. En heel de ploeg mocht naast die coureur zitten. En volgens mij is iedereen toen, was het spelletje van die coureurs ook, om ons ziek te maken. En dat is toen heel goed gelukt. Oh, oké. Okay. Ja. Onvergeten. We hadden allemaal onze racebroek vol. Ja. Hoe is dat voor jou, Angela, als je deze beelden kijkt? Heb als ik de kans zou krijgen, zou ik ook direct mijn beide handen aanpakken. Ja. Echt super gaaf. Ik heb ooit bij een Nederlands kampioen driften heb ik in de auto gezeten. Ook heel spontaan was dat. Ja, waanzinnig. Ik hou daarvan. Die kick, die adrenaline, ja. Waanzinnig. Ja, ik kan me voorstellen dat je het helemaal leuk hebt. Ja, ik had echt wel de spanning vooraf, omdat je niet weet wanneer de persoon gaat remmen. Je geeft het vertrouwen uit handen, hè, bij een ander natuurlijk. Ja. Maar dat is mooi. Ja. Dus wie weet gaat het voor jullie ook gebeuren. We komen straks even terug op Danny, want ik hoor dat hij nog bezig is om zijn licentie te halen. Dat gaat allemaal tussen de bedrijven door. Ja. Dus straks gaan we Danny horen. Gaan we beginnen met jou, Rob, want je hebt een geweldige carrière achter de rug. Maar je hebt nog veel meer talent. Oh ja? Ja, zeker. Laten we maar eens naar Ik hoop dat ze thuis ook kijken dan. Laten we maar eens naar het volgende filmpje kijken. Rob heeft al op vele plekken in de wereld gefietst. Als voormalig profielrenner heeft hij onder andere meegedaan aan de Tour de France. Echter blijft de mooiste plek om te fietsen dicht bij huis volgens hem. Namelijk de Sallandse Heuvelrug. Je komt hier compleet in een andere wereld en volledig tot rust. En hoeft eventjes nergens meer aan te denken. Deze rust vindt Rob ook in een van zijn grootste hobby's. Ja Rob, ik zie dat je echt een passie hebt voor gitaarspelen. Hoe is dat ontstaan? Ja, je ziet ook dat in mijn eigen schuurtje is, want thuis mag het niet. Zeg gelijk, ik geef gelijk over het niveau dat ik heb. Nee, maar inderdaad, ik vind het gewoon heel erg leuk om de energietank van je lichaam zeg maar, te kunnen vullen met heel veel dingen wat je leuk vindt. En muziek maken heb ik al en muziek luisteren heb ik altijd heel erg mooi gevonden. Maar toen ik fietste was het alleen maar de fiets en voor de rest niets. Nee. En toen ik stopte heb ik gitaarles genomen bij een vriend. En
Ja, ik speel nog steeds gitaar. Wel amateuristisch, maar ik haal er plezier uit. En ik speel alsof ik de beste prof ben in mijn hoofd. Ja. Dat vind ik hartstikke mooi. En ik heb één heel groot geluk. In mijn carrière heb ik hele mooie vrienden overgehouden. En er zitten heel wat in de muziekindustrie. Ja. En heel af en toe mag ik dan meespelen met een projectje wat ze hebben of zo. Ja. En dan zit ik in een heel grote band, in een warm bad. En dan horen ze toch niet of ik iets wel of niet goed doe. Maar dan ben ik, dat blijft altijd kind en de jongen in mij. En dat vind ik fijn. Mooi. Dan even over je carrière. Want hoe is het ontstaan? Uiteindelijk gaf je in het verleden ook al een keer een per ongeluk in contact te komen door het wielen. Het fietsen? Ja, het fietsen. Ik was, in Nijverdal had je een hele goede. Was je volgens mij, kon je alleen maar voetballer worden volgens mij. Ik zat op een Rooms-Katholieke school en dan ga je naar de Zweef. Ja. Een grote vereniging en daar ging ik als 7-jarig jochie ook naartoe en, om te voetballen. Maar dat talent was niet aan mij besteed. Mijn schoolkameraadjes waren er vreselijk goed in. En volgens mij zat ik meer op de reservebank dan op het veld. Ja. Totdat er een dikke bandenwedstrijd was in het dorp Hellendoorn. Die won ik in mijn voetbalbroekje. Ja. En ik werd opgepikt door een wielervereniging in Almelo. En 2 weken later had ik een leenfietsje. En holde ik, zo is het werkelijk, van overwinning naar overwinning. De grootste strijd was de rondemis. Aan het einde, dat vond ik als 7-8-jarig jochie heel erg spannend. Dat winnen vond ik wel leuk, maar dan een zoen en bloemen van de ronde mis, dat begint later ook beter. Maar zo is de wielrenner geboren. Ja. Ja. Mooi. Hoe was dat voor jou, Angela? Jouw carrière, RTL 7, het presenteren is later gebeurd, 2017. Ja. Maar jij komt van de boerderij af, boerenmeisje? Ik kom echt van het platteland, zeg maar, als boermeisje opgegroeid. Toen ik 11 was, werd ik echt, dat is een film ontdekt, zeg maar, door de scout. Die zegt, een meisje heeft talent, ze moet audities gaan doen bij conservatoriums. Ja. Dat heb ik gedaan, in Arnhem en in Enschede. Ja. Dan ben ik op beide aangenomen, dus enigszins talent zou ik dan wel hebben gehad, zeg maar. En toen ben ik als 11-jarig meisje in een gastgezin terechtgekomen in Enschede. Die weekend was ik thuis. Ja, en heb ik die opleiding gedaan, die kon ik combineren met mijn middelbare school. Daarna, toen ik dat had afgerond, ben ik naar Amsterdam gedaan. Maar op een gegeven moment had ik andere keuzes gemaakt. En tractorpooling, mijn vader en mijn broertje die zijn gestart met een standaard trekker in 2000. Nou, van standaard trekker kwam een sporttrekker. En van de sporttrekker kwam uiteindelijk, maar daar is een heel verhaal aan, zeg maar, kwam de machine waar ik nu nou nog mee rijd, de Dark of the Moon. Ja, dus zo kwam ik in de tractorpoolingwereld. Gaan we straks verder op in? Ja, joh. Even terug naar jou, Rob. Fantastische carrière gehad. 1991, het jaar van de Tour de France. Voor jou. In 92 won ik etappe. Ja, in 92 won je de etappe. Maar het eerste moment in aanraking met die Tour, als je mee mag doen. Dat was een bijzondere rit. Ja, dat is een jongensdroom. Dan stond ik echt aan de start en dan eventjes... En dan had ik al alle klassiekers, de Giro en de Italia gereden en de Ronde van Spanje. Maar de Tour was een jongensdroom. En het was een hele bijzondere rit, omdat je veel pijntjes had. Je moest door allerlei dingen heen. En de dokter gaf jou het advies om eigenlijk te stoppen. Ja, ik was eigenlijk al. Ik had dat jaar ook al de Giro gereden en de hele voorjaar. En ik ben plots per ongeluk eigenlijk in die tourploeg gekomen, omdat ik bij de beste van de ploeg behoorde dat jaar. Ja. En ik de laatste plek opvulde van het team. Maar eigenlijk met een overmoeid lichaam, wat soort kwaaltjes leidde. En toen kreeg ik ook te maken met de beruchte derde bal. Ja. Een ontsteking aan een zitvlak. En dan wordt fietsen iets lastiger. Ja. En de toerarts zei van, dit is te pijnlijk, je kunt beter naar huis ingaan. En toen vroeg ik wat die pijn, wat dat zou kunnen berokkenen voor mijn gezondheid. Hij zegt, niks, want het is te pijnlijk. Ik denk, maar pijn, dan maak ik zoveel uit. Ja. En ik heb die tour uitgereden met als resultaat de rode lantaarn dragen, maar wel Parijs gehaald. Ja. Dat vergeet je nooit weer. Nee. Vervolgens dit jaar daarna dit moment, die foto. Ja. Want als je die foto nu ziet, wat gaat er dan als eerste door je heen? Wat herinner je nog van dat moment? Dat je alleen maar kunt winnen als je een sterk team hebt. En dat je jezelf en je team, het team in jou gelooft en jij in je eigen kunnen. Ja. Dat is die dag gebeurd. Ja. Wauw. Dat zien we nooit, hè? Het team. Ja. We denken altijd, we stappen op die fiets en we doen het maar even. Nee, die overwinning is een dag van tevoren al gesmeed. Ja. En dat was heel erg bijzonder. Ik was die dag gewoon kopman. Ik was heel mijn leven nog geen kopman geweest als beroepsrenner. En toen wel. Mijn kopman was een dag tevoren door het ijs gezakt met een bergetappe. En dus moest er andere kaarten op tafel worden gelegd. En een Tour de France etappe is tot de dag van vandaag zo belangrijk dat daar bijna een heel ploeg een jaar lang op kan leven. Ja. Ook het personeel, ook de masseurs en de vrachtwagenchauffeurs, alles. Ja. Er staan zo 100 man van in dienst van wat jij die dag presteert. Ja, oké. Praten we straks ook nog even over door. Angela, hoe staat het bij jou nu je dit verhaal zo hoort? Hoe staat in tractorpoolingland? Nou, ik herken het wel een beetje. Jij moet laten zien wat alles achter de schermen is gebeurd en waar jullie allemaal zo hard voor gewerkt hebben. Dat herken ik wel.
als ik zelf heb dat ook, hè, met onze machine. Er zit ook een heel team achter. En waar heel veel gesleuteld is en heel veel avondjes in de werkplaats is doorgebracht. En dan moet ik het laten zien. Ja. Dus ik voel die druk wel. Ja. En als ik dan een lullig stuurfoutje en fout maak en ik word gedisqualificeerd, doet dat zeer. Dan denk je nee. Ja. Ja. Okay. Want dan zit een heel team achter. Ja. Ja. Jij moet het doen. Praten we zo verder over door. Ja. Ik kijk heel even naar de regie. Gaan we naar Danny Kroes? We gaan nog niet naar Danny Kroes. We gaan eerst even nog naar jou, Angela. Oh, nou, ja. Want we kennen natuurlijk de Formule 1, de GP, maar tractorpooling. Ja. Heel veel mensen kennen het niet, maar ook heel veel mensen wel. Mm-hmm. Maar hoe ziet het leven van Angela Schokking er precies uit? Gaan kijken. Toen de familie van Angela een trekker ombouwde tot krachtig racemonster, wilden ze er niets van weten. Maar toch heeft ze haar leven als ballerina op zijn kop gezet door in de wereld van truck- en tractorpooling te stappen. Wat een geluid! Ze was de eerste vrouw in deze sport voordat meerdere haar volgden. Nu is ze naast coureur ook het vaste gezicht namens RTL 7 voor de sport. Welkom bij truck- en tractorpooling op RTL 7. Ja, Angela, dat is jou toch wel mooi dat je dat voor RTL 7 mag doen, hè? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, ja, het is eigenlijk heel rap gegaan. In 2017 had ik met mijn machine dan, hier zie je hem, had ik een wedstrijd in Duitsland. En toen kwam Jeannette van de NTTO, die kwam ermee toe. Ja, joh, wil jij dat niet presenteren? Ja. Ik kom niet uit de media. Ik denk, nou. Maar ik snapte achteraf de insteek wel een beetje, want ik rijd natuurlijk zelf ook op een machine. En die jongens die je spreekt, en dames natuurlijk, ik weet waar ik het over heb. Nou, je dwingt gewoon respect daarvan. Als je daar op durft te rijden, met alle respect. Ik denk, daar kunnen niet veel mensen. Wat heb je daar onder je kont? Ja. Ik rijd inderdaad dan deze 3,6 van Supersport. Ik denk dat die jongens, als het dan echt om serieuze schade gaat, en ik weet ook hoe dat is, als ik zo'n jongen dan aanspreek van, joh, potverdikke man, de rijstangen liggen op de baan. Ik weet hoe het voelt, dus ik denk dat ze daar alleen maar meer waardering voor hebben. Dat weet ik wel zeker. Ja, dat het niet uit een boekje is, zeg maar, nee. Van hier gaat het over. Omdat ik zelf ook weet wat van emotie erbij kan kijken. De zenuwen, de adrenaline, het werk erachter, hè, wat je zegt op het team. En dat het dan daadwerkelijk moet gebeuren. En dat je met z'n allen hoopt dat we gewoon voor het publiek een waanzinnige run neer kunnen zetten. Zonder schade. Ja. Ja, maar goed, ook het blijft een mechanische sport, dus ook daar gaat het wel eens wat mis. Ja. Truck- en tractorpooling. Ja. Kun je eens voor de mensen thuis die niet weten hoe het spelletje in elkaar zit, kort even uitleggen wat de spelregels zijn? Truck- en tractorpooling. Ja, nou, het is de kunst. Wij werken ook, we hebben verschillende klasses. Dit is in dit geval een vrije klasse, een Grand National klasse. Wat eigenlijk niet meer zo op een trekker lijkt. En in verschillende gewichtsverdelingen hebben we dat. Het is de bedoeling, degene eigenlijk die het verst komt, we moeten 110 meter rijden. Je hebt een baan van 110 meter, 12 meter breed, aan de beide kanten een witte kalklijn. Aan jou de taak om zo ver mogelijk te komen. Achter jou is een sleepwagen, die heeft een ballastbak, zeg maar. Daar kan maximaal 12 ton aan staal kan daarin. Ja. Die rust, zeg maar, als de machine aanhaakt, rust op de wielen achterin. Aan jou de taak om zo snel mogelijk vaart te maken, want de ballastbak gaat schuiven. Die gaat naar voren. En je zorgt dat er steeds meer gewicht naar voren komt. Waardoor die trekker steeds harder moet gaan werken om vooruit te komen. Als kunst van de rijden probeer zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weg te komen. Dat geldt bij alles denk ik een beetje. Goed begin is het halve werk. Ja, en wie het verst komt, die heeft uiteindelijk gewonnen. Nou, normaal is het zo werken met een kwalificatierun en een finale run. Zorg als je bij de top 4 hoort van de kwalificatierun, wat de finale gereden. En wie dan het vers komt, in de finale run staat de sleepwagen net weer een tandje zwaarder. Ja. Wie daar het vers komt, heeft gewonnen. Ja, maar superleuk. Er komt heel veel kracht en vermogen bij kijken. Ja. En sensatie natuurlijk, ja. Want je rijdt zelf ook. Hè? Ja. We hadden het net al over, hè? Je komt uit een boerengezin. Uiteindelijk ballerina, uiteindelijk in contact komen met die trekker. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Over je vader, je broer? Ja, nou, ik kom, wat ik inderdaad ook al aangaf, van een boerderij. Trekker, hè. Dat imago zijn we natuurlijk ontzettend ontgroeid inmiddels. In 2000 kwam mijn vader en mijn broertje met een standaardtrekker. Op een gegeven moment een sporttrekker. Ik als vaste supporter altijd in het publiek te vinden met het gezin en vrienden. Nou, ze deden dat met veel plezier. Mijn broertje toen 21, werd ernstig ziek, kreeg een hele zeldzame vorm van wekendelen, kanker zeg maar. Hij heeft keihard gevochten. Zien hier ook. Ach ja, dat is Jan.
Ja. Want je hebt ook nog iets meegenomen, hè? Wat je bij elke wedstrijd bijdraagt. Ja, dat klopt. Wij waren altijd heel close. Ik, mijn broertje en mijn zusje. Ja. En we hebben een ketting. En ik heb hem nu toevallig meegenomen. Om het even kort uit te leggen. Jan is overleden in 2008. In 2007 is allemaal, zeg maar, zijn mede run gemaakt met de Darks of the Moon. Zijn ontwerp, de donkere kant van de maan, de donkere kant van het leven. Ik heb dat voortgezet met mijn vader en het hele team erachter. In ieder geval, deze ketting, die draag ik bij elke wedstrijd. En als ik hem niet draag, en dat ben ik één keer vergeten, Matthijs, zal ik je vertellen. Ja. Eén keer vergeten was in Duitsland. Toen heb ik het onderblok in twee stukken gereden. Dus daar zat een flinke scheur in. Dus ik ben super bijgelovig. En dat is een medaillon waar mijn broertje en mijn zusje in staan. Mijn zusje draagt hem ook met mij en mijn broertje. En mijn broertje draagt hem ook nog steeds. Alleen maar hij zit niet meer onder ons. Ja. Ja. Dus en toen Jan die machine, want de machine, de kappen kwamen van de spuiter op de dag van de wedstrijd in Lochem, was dat 2007, heeft hij, zeg maar, zijn eerste, en dat is die foto ook van, zijn eerste en gelijk zijn laatste meters gereden. Ja. En daarna in 2008 is we afscheid moeten nemen van Jan. Toen heeft de machine een tijdje in de werkplaats gestaan. Het is een tijd van rouwen geweest, dat is heel zwaar. En toen op een gegeven moment mijn vader in de keukentafel tegen mij gezegd, anders we hebben een beloofd die machine op de baan te houden. Wil jij niet rijden? Nou ja, wat ik voormalig ballerina, joh, nee. Ik denk, nou, maar ik geef het een kans, dat heb ik ook gedaan. Ik heb wel 2 jaar nodig gehad om zo'n machine onder controle. Of ja, onder controle heb je zo'n machine nooit, maar manier van leren rijden, hè, want je werkt dan samen met zo'n machine op dat moment. En ja, vanaf 2011, zeg maar, 12, zit ik achter het stuur. Ja, stoer. Ook. Stoer, inderdaad, ja. Stoer. Ja. Mooi, mooi dat je het doet, dat je het ook in vervolg. We proberen het zo lang mogelijk te doen, zolang we kunnen. Absoluut. Ja. En dat in die combinatie met het presenteren. Is het, ik kan dat niet als ik op een wedstrijd moet presenteren. Dat rijdt mijn vader. Die vindt het ook nog machtig mooi om te doen. Dus ja, zolang we kunnen, gaan we door hiermee. Ja. Oké. Okay. Dan praten we verder met wat je allemaal nog meer doet. Mm-hmm. Je doet iets met een magazine. Je hebt nog plannen. Rob, hoe is dat bij jou? Hè? Je hebt ook een dierbare verloren, ook in die wielersport. Help me even met zijn naam en Nijverdal, met zijn twee zoons die er nog zijn. Arend Schepping. Arend Schepping, dat is ook een verhaal. Ja. Ook aan die vreselijke ziekte overleden. En ja, kanker raakt ons bijna allemaal natuurlijk. En zijn legacy was om met die wielersport door te gaan. Om op een of andere manier, zeg maar, wij spreken over zon in de spaken. Om weer de levensvonkjes, vreugdes te vinden. En wij vinden dat in de wielersport. En daarom vind ik het ook zo mooi hoe jij dan de legacy van je broertje doorzet daarin. En ook dat je daar ook een passie en plezier in hebt gevonden. Want ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Maar dat straal je wel uit. Ja, ja. Nou, dankjewel. Ja. Ja. Ja, je geeft het de kans, zeg maar. Je denkt, ik ga het voor hem doen. Ja. En ik heb ook gezegd, als het niet lukt, dan doe ik het ook niet meer. Nee. Maar inderdaad, het heeft je gegrepen. En, dus ik noem het maar een team met een missie. Wij zetten zijn droom gewoon voort, zolang we kunnen. Ja. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, je moet er plezier aan hebben. Want als je dat niet hebt, dan... Maar dat is mooi, want elke sport, of whatever, wat bij een drijfveer van een mens, of nou sport is of een sportprestatie, zit altijd wel een, ik noem het, je hebt een doel, maar je hebt ook een bedoeling daarmee. En dat vind ik altijd mooi. Dat maakt vaak een sportprestatie heel erg belangrijk. Van waarom heb je gewoon, of het is niet die gouden medaille, of het is niet op die tractor zitten en dan dat hele zware gewicht. Het is dat stukje verder wat het vaak bijzonder maakt en het verhaal compleet maakt. Mooi. En dat maakt niet uit wat voor sport, of je een wielrenner bent of in een Lamborghini rijdt, maakt niet uit. Mooi bruggetje naar Danny Kroes met die Lamborghini. Trouwens, Danny, welkom. Ja, als het goed is, ben je in de uitzending, Danny? Ja, dat klopt. Ik zie je alleen nog niet. Welkom in de allereerste Gas op de Krukas. Prachtige mooie omstandigheden daar. Je stapt in de auto. Je hebt je licentie behaald trouwens? Ja, ik moest net eventjes snel nog keuringen doen voor mijn licentie, dus daar was ik net mee bezig. Oké, ik had je al een beetje voorbereid. Voormalige profwielrenner Rob Harmeling zit in de studio. En Angela van uiteraard het gezicht van Truck en Tractorboeling, de presentatrice. Dus daar kun je ook heel veel van leren. Nou, ik denk het niet. Maar goed, Danny, even over jouw carrière. Want het begon eigenlijk laat, hè, jouw carrière. Je was 11 jaar en toen begon het pas. Dat klopt. Waarom begon het eigenlijk zo laat pas? Wacht even, ik heb gedaan dat ding nou weg is. Praat gerust even door. Sorry.
Ja, ik was toen ik 6 was ging ik karten, maar dat was, ja, we hebben dat eigenlijk nooit op een goede manier aangepakt door van, ja, ik samen met mijn vader dat te gaan doen zonder een team. En toen is dat eigenlijk een beetje verwaterd. Toen ik 11 was, wachtte ze een kartschool van de Grono. Daar viel ik zo erg op dat Nederlandse kartteams zeiden van, joh, je moet er wat mee doen en vind je het leuk om bij ons een keer te testen. En van het een kwam het ander. En toen zijn we eigenlijk van, ja, gewoon een keer proberen naar professioneel karten gegaan. Ja, dat liep, wel leuk. Dat liep uit de hand, hè? Uiteindelijk 2015 haal je de Europese titel binnen. Hè? Dat is een fantastisch mooi moment. Wat staat je daar nog van bij? De eerste keer voor het eerst in je leven een Europese titel binnenhalen. Op dat vlak in ieder geval. We hebben daar super hard voor gewerkt. Ik denk dat jaar was ook gewoon een jaar dat ik alleen maar aan het trainen was. En dat alles klopte. We werkten met het beste team, met de beste motoren. En alles viel gewoon op zijn plaats. En ondanks dat ik nog halverwege het jaar mijn pols brak en een race met een gebroken pols heb moeten rijden, heb ik ondanks dat nog steeds kampioenschap kunnen winnen. Dus dat was wel heel mooi. Een mooi verhaal ervan. Ja, en dat verhaal dende maar door. Hè? Je bent dan eigenlijk in die autosport gestapt met Lamborghini. Hoe staat het daarmee? Want je hebt hele grote plannen voor 2022 om echt volledig betaald te worden bij Lamborghini. Hoe zit dat? Ik was in 2019 overgestapt naar de Lamborghini Super Trofeo. In dat jaar ben ik Europees kampioen geworden en benoemd tot beste young driver van de wereld. Toen heb ik de mogelijkheid gekregen om GT3 te gaan rijden in 2020. Eigenlijk ging dat ook gelijk heel erg goed. Ben ik 50% van de race op het podium gefinished en derde geworden in het kampioenschap. En dit jaar is eigenlijk zeg maar het laatste jaar waarin ze mij ontwikkelen tot een professionele rijder. En als de resultaten gewoon zo zijn zoals de afgelopen 2 jaar, dan krijg ik een contract aangeboden. En vanaf dat moment dan ga ik gewoon ook echt geld mee verdienen en dan wordt het gewoon werk, zeg maar. Oké, tot slot. Misschien hebben mijn gasten nog even 1 korte vraag aan jou. Misschien naar Rob. Heb wel een fietsvraag. Ik weet dat heel veel autocoureurs mountainbiken of racefietsen voor hun basisconditie. Doe jij dat ook? Ik doe wel af en toe een mountainbiken met een vriend van mij. Ik merk wel dat een hele goede training is. Lekker door de heuvels heen knallen. Maar doe je überhaupt iets aan... Op wat voor manier hou jij je fysieke conditie op peil? We mogen natuurlijk niet te zwaar worden qua spiertraining. Dus het meeste is allemaal conditietrainingen, hardlopen en reactietrainingen. Ja. En daarbij eigenlijk de core stability, dat is het belangrijkste. Gewoon datgene wat je natuurlijk recht houdt in de auto. Ja. Dus we werken niet te veel aan heel erg breed worden, zeg maar. Nee, dat snap ik, ja. Oké. Okay. Ja. Danny, ik moet het hierbij laten. Ja, nog een korte Heel veel succes voor de toekomst. Ja. Danny, bedankt voor jouw tijd. Geniet van die licentie die je hebt behaald. We houden je echt in de gaten. En pet je af wat je allemaal gedaan hebt. 21 jaar nog maar. En het Lamborghini-contract ligt voor je klaar. Wow. Zeker, dankjewel. En kom je graag een keer opzoeken. Ja, mooi. Dank jullie wel. Hoi, hè. Hoi. Goed, Danny Kroes. Wauw, mooi hè, dat er zoveel talent is. En ook, elke sport heeft weer zijn charmes. Hè? Ja. Jij vroeg van, daar kun je wat van leren, maar in de wielersport, als je bijvoorbeeld een bergetappe hebt, dan de auto's rijden daar niet de ideale lijn. Nee. Omdat de ideale lijn, dan rijden de wielrenners. Dus als die auto's de ideale lijn rijden, dan rijden ze de wielrenners de ravijn in. Dus hij is ideale lijn gewend. Dus die zal hij... Dat zal niet goed komen. Dat komt niet goed. Angela, nog heel even met jou. Hè? We hadden het over je mooie carrière, RTL 7. Maar je bent ook met een magazine bezig, hè? Ja, dat klopt. Ja, werk bij My Magazine, het blad zeg maar van de Achterhoek. Ja. En daar werk ik ook als mediaadviseur met een commercieel tintje, noem ik het dan maar. Accountmanager wordt er ook wel eens zo gezegd. Mm-hmm. Ja, en daar heb ik het ontzettend naar mijn zin. Ik kan daar echt mijn creativiteit in kwijt. En het is echt ook wel een van mijn dreamjobs, zeg maar. Wow. Heel leuk. Wow. Superleuke collega's. Dus ik zit helemaal op mijn plek daar. Ja, oké. Okay. Ja. En nog plannen voor de toekomst tot slot? Wat er staat eigenlijk, ik vind het echt, ik heb een heel leuk gezin. Ik heb 2 kindjes, eentje van 11 en eentje van bijna 7. Een heel lieve vriend. Ik denk gezond blijven. Ik heb het naar mijn zin, ik vind het goed. En je moet een keer tevreden zijn. Ja. Tuurlijk, ik heb mijn ambities en mijn dromen. Mm-hmm. Maar als ik zo mag doorhoppelen als nu, vind ik het even goed zo. Okay. Gezondheid boven alles. En,
Mooi, ja, ben ik eigenlijk heel gelukkig mens. Fijn. Rob, bij jou nog even kort. We zitten aan de tijd. Ja. Jouw laatste dingen wat je nog van plan bent. Foundation uiteraard, binding, verbinding. Ja, ik ben inderdaad, ik ben heel trots dat ik een foundation aan mag voeren. De Maters Foundation van de Sint Maarterskliniek in Bergendal. Een landelijke foundation die kinderen, jongeren en volwassenen verder wil brengen naar de opname in de kliniek. En dat zijn dus mensen met een beperking op motorisch apparaat. Dwarslesie, amputatie, niet aangeboren hersenletsel. Dus waardoor je motorisch beperkt bent. En die willen we graag helpen om hun dromen waar te kunnen maken. Want beperking hoeft niet een droom in de weg te staan. Nee. Goed. Ja. Mooi om te horen. Mooi. Ja. Ik vind het heel mooi dat jullie hier willen aanschuiven. In de allereerste gast op de Krukas. Fantastisch. Ja. Mooi begin. Mooie gasten. Rob, ontzettend bedankt voor de komst. Succes met alles. Ja, ik stap graag een keer samen met je op de fiets. Ja. En Angela, jou ook bedankt voor je komst. En succes met alles wat je nog gaat doen. En het gaat goed komen met jouw enthousiasme, met jouw passie en strijd die je hebt. Dankjewel. Gaat goed komen. Dankjewel. Ik wil afsluiten, maar ik bedenk me net spontaan dat het misschien wel leuk is, Rob. Ja. Als jij Angela een keer gaat coachen in de wieler, op een wielrenfiets en andersom, dat Angela jou eens gaat coachen op die trekker. En dat we daar een mooi televisie-item gaan maken, 2021. Wat vind je ervan? Ik ga alle uitdagingen aan. Ja, kijk. Die afspraak staat? Ja, ja. Hartstikke goed, gaan we doen. Die afspraak staat. Een mooie afsluiting van de allereerste gast op de Krukas. Ik dank u voor uw tijd, het luisteren. Lekker relaxed op die bank hebben gezeten bij deze allereerste. En we komen snel terug met het vervolg van Gas op de Krukas. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer. Dag.